Pieter, hoe belangrijk is die overwinning voor u vandaag? Ja, het is toch wel belangrijk voor mij. Het is niet echt mijn favoriete koers, maar het gevoel was wel goed. En, het is mijn eerste profzege, dus dat is altijd belangrijk. Dat is een goede stap in de goede richting om meteen eens te beginnen. En dat denk ik vandaag wel misschien dat het een boost kan zijn voor de rest van het jaar. Ja. In de laatste ronde was je zeker van uw overwinning? Of? Ja, nee, zeker ben je nooit. Zeker niet met Nico Eekhout. Ja. Snel aan de meet en altijd sterk in dit weer. Ja. Maar ik voelde me heel goed. Ja. En ik wist dat ik kon winnen. Okay. En dat ik een kans had. En, de aanwezigheid van Sander Armeen ook in de kopgroep was belangrijk? Ja, die was belangrijk. Hij is als eerste gegaan. Ja. Nico reageerde, ik ben meegegaan. Ja. Ik denk dat anderen een beetje kapot zaten. Okay. En, ik heb dan nog wel geprobeerd voor alleen te gaan, maar dat lukte niet. En dan heeft Sander tot 300 meter op kop gereden en dan was hij sprinten. En de laatste vraag, wat zijn die andere doelen dit jaar? Vanaf volgende week begint het eigenlijk. De klassiekers, dwars door Vlaanderen, Arabeke, de pannen. Mm-hmm. Dat is een belangrijke periode. En, dan wil ik goed zijn, maar ik denk wel dat ik op de goede weg ben. Oké, succes Pieter. Bedankt.